te skiën, dat weet ik wel. Volgens mij is medaille gewoon medaille of zo. Het lijkt er heel erg op in het Engels. Met het Japans van de Harderwijkse zwemster Lisa Kruger zit het al behoorlijk goed. Maar daar wint ze natuurlijk geen medaille mee. Als ze straks in Tokio op het startblok staat tijdens de Paralympische Spelen, moet alles goed gaan. Van het begin tot eind. Ik hoop met 4 medailles thuis te komen waarvan op zijn minst eentje goud. En als het allemaal even mee zit, wil ik ook graag het wereldrecord op de 200 meter wisselslag zwemmen. Je glijdt mooi, je houding is mooi. Je mag wat harder je benen aan zetten en dan even kijken wat er gebeurt met de rest van je slag. Lisa doet mee aan de Paralympische Spelen omdat ze door een val in haar jeugd nu problemen heeft met haar linkerpols. Daar kan ze veel minder mee dan met de andere hand. Maar dat belet haar niet om topprestaties te leveren. En die kunnen er nu gewoon weer komen nu ze een jaar extra heeft kunnen trainen. Want door corona werden niet alleen de Olympische Spelen een jaar opgeschoven, maar dat gold uiteraard ook voor de Paralympische Spelen. We hebben er zo ontzettend lang op gewacht natuurlijk, voordat we eindelijk mochten. Dus het is een jaar uitgesteld en ik ben vooral gewoon heel blij dat het nu eindelijk zo dichtbij komt. En, het is heel bijzonder dat je een Olympische Paralympische cyclus hebt die dan dus 5 jaar is. Dat gebeurt gewoon nooit. Je hebt 2 opties. Je gaat of een beetje bij de pakken neerzitten en vooral balen van wat je allemaal overkomt. En dat hebben we natuurlijk ook wel eventjes gedaan. Maar uiteindelijk hebben we vooral heel veel geleerd over ja, wat kunnen we nou nog beter doen. En dat jaar ook heel goed gebruikt om beter te zijn dan dat we hiervoor waren. Maar een jaar zonder obstakels was het zeker niet. De voorbereiding van Lisa was niet optimaal. Ik huur op dit moment in Amersfoort een heel klein appartementje waar eigenlijk geen plek is voor überhaupt iets. Dus ik ben verhuisd naar mijn opa en oma in Delfzijl in Groningen. Want die hebben op hun terrein een tweede huisje staan waar wel genoeg plek was. En daar heb ik wat apparaten neergezet. Een roeiapparaat, een fietsapparaat. Heb ik een kleine krachtzaal van gemaakt, zodat ik mijn krachttraining kon doen. Dus zo ben ik lichamelijk fit gebleven. En uiteindelijk heb ik geregeld dat ik in Oosterwolde in Friesland, dat ik mocht zwemmen in zo'n zwembad met een jetstream bij een man in een showroom. Echt, het is super grappig dat je in een showroom gaat zwemmen. Maar nee, die had zo'n ding vol staan. En we hebben gewoon asociaal gevraagd van, hey, zou ik daar mogen trainen? En die man die zei gelukkig ja. Dus zo heb ik in ieder geval nog iets watergevoel gehouden. Wat ik wou net zeggen, water in coronatijd, zwembaden zaten dicht, is vrij cruciaal, denk ik. Ja, en het was veel te koud om open water te gaan zwemmen, dus dat had ook gewoon geen nut. Dus ik was heel blij dat ik op die manier nog iets van water kon aanraken. Maar toen kwam ik hier terug, toen dacht ik helemaal van, oh, ik ben de enige die een beetje echt in het water gezwommen heeft. Er komt helemaal goed dit. En ik dook dat water in en het was echt hopeloos, maar goed. Nou is het wel zo, na een paar weken trainen heb je dat eigenlijk meteen weer te pakken. Hè? Dat zijn jongens en meiden die hebben al jaren training in de armen zitten. Dus dat is niet een ramp geweest voor ons. In de volgende 25 wat versnellen in je doorhaal, zodat je echt een maximale afduur kan maken. Ja, ik weet zeker hoe ze ervoor staat, maar ik zie natuurlijk niet wat er gebeurt in andere landen. Wel op wedstrijdmomenten zie ik dat en we houden goed de rankings in de gaten. En daar staat ze er gewoon hartstikke goed voor, maar we weten ook uit het verleden, de rankings die zijn niet bepalend voor de uiteindelijke uitslag. Dus wij werken gewoon heel hard door om straks in onze beste vorm te staan. En met die beste vorm kan Lisa in ieder geval Harderwijk trots gaan maken. En misschien Japan ook wel. Want met de tattoo op haar rug heeft ze misschien al wel een streepje voor. Ja, hier. Die betekent heel simpel water in het Japans. Waarom? Ja, waarom? Alles om mij heen is water, ja. En dus kijkt ze nu natuurlijk uit naar het Japanse zwemwater. En misschien ook wel naar de gesprekken in die vreemde taal. Casual voor de lol ben ik het aan het leren. Ik probeer steeds meer te lezen, steeds meer dingen te luisteren. Maar ik ben het niet aan het leren alsof ik op school zit, zeg maar. Kun je je eigen Japanse droomstok schrijven? Nou, dan moet ik nog even oefenen, maar ja.